Dit is het vierde inkoopsignaal van 15 mei 2012. We hebben opnieuw een groeizame week gehad met veel water en weinig zon. Op alle percelen staat nu voldoende gras om te gaan inkuilen. We zien op de velden van Paarslo en Magraten, waar veel gras staat, dat de opbrengst boven de 4,5 ton komt. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit hard daalt, met meer dan 50 tot 70 fem. Ook het eiwitgehalte daalt in deze velden beneden de 15%. Het wordt dus echt tijd om te gaan maaien. De suikergehalte in deze snede zijn erg laag op dit moment, lager als de laatste 4 jaar. Dit komt door de weinige zonuren. Ook zien we onder in de snede al wat schimmels ontstaan. En schimmels zijn slecht voor een goede conservering. Daarom is mijn maaiadvies zo snel mogelijk te gaan maaien. De snede is zwaar, de gehalten lopen terug en dat wordt alleen maar lager als we later maaien. Als we kijken naar het weer, zijn vrijdag en zaterdag en voor sommige gebieden ook donderdag de dagen dat het goed droogt. Maai ietsje hoger. Dit om het groeipunt te sparen en te zorgen dat je een snelle hergroei hebt. Het volgende inkoopsignaal is 22 mei. We gaan dan de kwaliteit zien van de snede die we nu oogsten. Volgende week zouden weer 1000 kilogram bijkomen. En dat betekent dat de kwaliteit nog verder verdund wordt. Dus kunt u deze week maaien, adviseer ik om dit te doen. Ik wens u veel succes met de oogst.